Hey en welkom op het kanaal van het ene Walibi meisje. En ja jongens, vandaag is het eindelijk gewoon weer zover. Halloween Friday Night 2023 gaan vandaag van start en uiteraard ben ik er weer bij. Ik ben vandaag dus ook echt al super op tijd in het park. We waren hier al rond 9:30, dus om te kijken of er weer een openingshowtje was voor Halloween Spooky Days. Maar ja, dat was er dus niet. Dus ik zal momenteel even op Main Street, want ik heb alweer het een en ander te vertellen aan jullie. Voordat alle Halloween dingen beginnen. Maar voordat ik met de video begin wil ik nog een keertje vermelden dat ik dus mijn eigen pin heb uitgebracht. Een Dead Walibi Girl pin, dus mocht je die nou willen hebben, kijk dan even naar het linkje in mijn beschrijving. Of als je me tegenkomt in het park. Ik heb altijd een paar pins bij me, dus mocht je een pin willen hebben, dan kan je die ook van mij in het park kopen. Hij is €7,50 en het scheelt ook weer verzendkosten. En ook wil ik jullie meteen vertellen dat ik dus de nieuwe experiences ga doen vandaag. Dus Sleigh Ride en Urban Explorer. Ik ga meerdere experiences doen vandaag. Ik ga 7 huizen in totaal doen. Uiteraard ga ik ook de scare zones laten zien. Morgen ga ik ook weer een vlog opnemen. Dus van dit weekend alleen al komen er weer 2 video's online. En ik ga eindelijk beginnen met de video. Want ik heb meteen al best wel iets interessants te vertellen aan jullie. Nou, wij komen dus zojuist uit de guest service nogmaals op de Main Street. En normaal zouden ze dus altijd tickets verkopen hier fysiek in het park. Dat kon je dus altijd hier halen, zoals jullie kunnen zien. Ze hadden het ook allemaal klaargezet, maar ze hebben dus op het allerlaatste moment besloten dat ze dus alleen online tickets gaan verkopen. Dus je kan nog steeds gewoon tickets halen, ook op de dag zelf, als je in het park bent. Alleen moet je er dus wel rekening mee houden als je een ticket haalt voor een spookjes om de dag zelf, dat ze dus wat duurder zijn. Slaughterhouse bijvoorbeeld is €2,50 duurder, die is nu €25 in plaats van €22,50. En alle andere huizen zijn geloof ik €1,50 duurder. Wicked Woods was geloof ik €16, wat ik kon zien aan het bord. En bij de guest service kun je dus overigens ook je ripas ophalen. Die vraag ik ook best wel vaak. Ik heb vanavond ook een ripas zojuist opgehaald. En moet je dus ook bij de guest service zijn. Je kan ook nog bij de guest service Fastlane halen. En wat ook heel handig is om te benoemen, is dat parkeren gratis is. Dus je hoeft geen parkeerticket te halen. Daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Parkeren is gratis met Halloween. Nou, nogmaals heb ik dus een ripas vandaag. Ik zal even laten zien welke spookhuizen er dus allemaal in zitten. Het zijn dus de kleinere huizen, zoals je kan zien. Psycho Shop, de Villa, Jefferson Manor en de Final Sleigh Ride. De Final Sleigh Ride is dus nieuw dit jaar, dus ik ben heel benieuwd. Dat is dus voorheen het oude Haunted Holidays. Maar ja, later daar meer over. We gaan nu eindelijk het park verkennen en Spooky Days bekijken. Nou, we beginnen vandaag in Tangled Twix. We zien natuurlijk al wat oude bekende characters lopen die ze vorig jaar ook hadden. Nou, ze hebben dus wel wat aanpassingen gedaan in de zon. Ze hebben hier nu dus een klein pad waar dan dus denk ik de acteurs doorheen kunnen. Wat doet u hier? Sightseeing. Ja, de natuur bewonderen. Met een spion? Oh nee, dat niet. Nee, heeft de Witte Koningin u gestuurd? Nee. Nooit van gehoord. Oké. Okay. En wat vindt u van de politieke partij van de Rode Koningin? Fantastisch. Ja? Ja, geweldig. Wij zijn fan. Ja. Precies. Hè? En de belasting is? Prima. Ja. Goed zo. Oh, dankjewel. Ik zal hem heel goed bewaren. Ik wilde jullie in ieder geval verder nog vertellen dat... dit is dus nieuw. Dit hadden ze voorheen ook niet. Dit is nieuw. Dat heb ik ook nog niet eerder gezien. Misschien dat daar ook nog vaker gebruik van wordt gemaakt met Spooky Days. Ze hebben dus de hekken hier wat meer naar voren gehaald. Ik ben benieuwd hoe dat vanavond dus in zijn werking gaat. Gezien het dan natuurlijk allemaal wat krapper is. Ze hebben ook meer touwen om het podium hierheen gezet. Wat ook natuurlijk beter is vanwege de veiligheid voor zowel de acteurs als dat er geen mensen zomaar op klimmen. Nou, het is in principe weer hetzelfde concept als vorig jaar. Dus ze hebben wat trollen, ze hebben characters van Alice in Wonderland. Daar zie je ook weer de flamingo liggen. Hé, hey, daar heb je die vrouw weer met een toverkastje. Dankjewel, heel mooi. Nou, ze is net even door Tangled Twix gelopen en als je eruit komt hebben ze hier weer allemaal food courts neergezet. Ook weer het Fanta gedoe. Hè? En ze hebben hier dus allemaal food courts neergezet. Wat echt ontzettend fijn is, want de horeca kan ontzettend druk worden tijdens Halloween Friday Night. Dus dat ze dan wat extra opties hebben, is natuurlijk hartstikke fijn. We zijn nu aangekomen bij Ghostly Graveyard. En de muziek hier klinkt echt al super leuk. In principe zijn de characters dus precies hetzelfde als vorig jaar, zo te zien. Hebben jullie dat?
niet. Ik weet het niet. Waarom moet dat dan zitten dan? Ik weet het niet. Maar hier lijkt je wel een beetje. Ook een nieuw character voor Ghostly Graveyard, een soort cheerleader weerwolf. Oh, het zijn allemaal high school characters, wat leuk. Een mummy en een, ja, een soort Frankenstein zombie. Ik schrok er ook van. We lopen weer verder door het park en wat ook wel leuk is om te benoemen is dat ze dit jaar dus weer de monsterjacht hebben voor Spooky Days. Dit is de Spooky Days plattegrond, ze hebben er ook eentje voor Halloween Fright Nights. En dan moet je dus letters verzamelen door ja, de gebieden heen van de griezelzones van Spooky Days. En dan ja, kan je een leuk prijsje winnen. Wat was het vorig jaar ook alweer? Een button? Een pin. Oh ja, die pin inderdaad. Pin. En dan die koekjes en zo. Voorheen hadden ze dan die buttons en zo. Ja, nou, we lopen hier nu in Nightmares en nu kunnen we dus zien hoe ze het hebben aangepakt met de zon. Ze hebben hier dus gewoon allemaal hekken ja, met touwen neergezet. Ik moet zeggen, het ziet er best wel top uit. Ja, ze hebben het heel goed netjes aangepakt daarmee. Wel heb je dus alsnog een stuk met het zand, maar in principe kunnen de acteurs dat redelijk makkelijk vermijden. In principe. En ja, uiteraard lopen hier nu de Spooky Days actors lopen hier nu nog. Dus ja, ik ben ook heel erg benieuwd hoe het er vanavond uit zal zien, want ja, het ziet er wel ontzettend netjes uit. Maar ja, ik ben benieuwd. Nou, over het algemeen heb je hier dus ook weer dezelfde characters. Jullie hebben net Pinocchio kunnen zien. Dit is de Childcatcher, geloof ik. En ze hebben dus een nieuw character. En dat is dus de Spooky Days versie van de Groene Heks. Die heb je 's avonds uiteraard ook. Maar dan ziet ze er wat enger uit. En dat geldt natuurlijk voor alle Spooky Days characters. Dit meisje is er ook weer. Ze hebben hier de trap voor de acteurs om hier het kasteel op te kunnen hebben ze iets meer bedekt. Het ziet er wel iets netter uit zo op deze manier. Verder hebben ze geen poort of zo neergezet voor Nightmares. Vind ik wel erg jammer. Ik denk omdat dit pad natuurlijk veel te breed is. Maar goed, ik snap het. Wel jammer. Ik weet nog steeds niet zo goed wat ik ervan vind dat Nightmares nu dus hier zit. Het is echt even wennen. Ondertussen zijn we aangekomen bij Festival Freaks. En ze hebben nu dus ook hier het bord neergezet dat het dus tot 6 uur in kinderzone is. En voor wie het nog van vorig jaar herinnert. Vorig jaar werd je dus weggestuurd als je dus, ik geloof, boven de 16 was. Of ongeveer boven de 15, 16 werd je dus weggestuurd. Dat staat hier nu dus ook aangegeven dat de freaks je mogen weigeren. En dan word je dus de andere kant weer opgestuurd. Ja, vorig jaar is dat dus gedaan vanwege dus, ja... Eigenlijk vervelend volk, want ze hebben hier dus een gratis walkthrough. Camp of Curiosities, en daar ging het vorig jaar eigenlijk een beetje mis, geloof ik. En dus ook een beetje in de zone zelf. Dus vandaar dat ze dit hier nu dus hebben. Maar je kan het natuurlijk altijd proberen. Wij gaan het ook gewoon proberen, kijken of we naar binnen mogen. En ik hoop natuurlijk van wel. Maar jullie gaan er weer een rondje doen? Als het mag. Okay, dus dan ken je deze ook wel? Ja, ja. Ga toch een beetje mee, ja. Misschien is het veranderd. Ja, misschien moet je toch op vakantie gaan in de zomer, want je komt nog steeds op papier uit. Ach ja. Dus,
Ja. Nou, we doen het ermee. Ja, ja, komt helemaal goed. Ja. Want als jij hem niet onder controle houdt, moet ik maar zijn oren uit de zon trekken. Ja, dat gaat helemaal mis. Ja. Nou, lopen we een hè? Ja, komt goed. Nou, hier zit dus ook meteen de ingang van Slaughterhouse. Dat was vorig jaar natuurlijk ook zo, maar altijd handig om even te benoemen. En nou, we mogen naar binnen, Festival of Freaks, kijken hoe het er dit jaar uitziet. Nou, ze hebben dus wel een paar kleine aanpassingen gedaan. Ik moet zeggen, ik vind het er eigenlijk toffer uitzien dan vorig jaar. Ze hebben dus ook een hele loopbrug hier neergezet, dus dat ziet er echt heel tof uit. Ik denk vooral 's avonds, ik denk dat Eddie daar vooral gebruik van gaat maken. Ze hebben stukken onderdelen van Draco gebruikt daar. En het Eddie hoofd staat er weer. Ik zal even inzoomen voor jullie. En hier hebben ze nu dus een klein podiumpje. Hier hebben ze wat nieuwe decoraties toegevoegd. Dit hebben ze nu ook neergelegd. Dat is wel alleen voor Spooky Days natuurlijk. Ik denk gewoon kleine leuke activiteiten voor, ook met de kinderen en zo. Ze hebben nu dus ook de hele showcontrole dus hier gewoon midden in de zon neergezet. Dus dat ziet er ook best wel tof uit. En natuurlijk weer een beetje de oude bekende characters van vorig jaar van Festival Freaks zijn natuurlijk ook weer terug. Hij moet je weten dat hij de stopte gespeeld en Bernard wil niet. Oh. Hij heeft heel erg leuk. Ik kan eruit kloppen. Hij vroeg aan me hoe jij een hele leuke stopplek vindt. Nou ja, deze ben ik begonnen. Nee, daar heb ik echt geen zin in. Nee. Wel een beetje suf. Heb jij nog een betere stopplek dan? Ik vind wel een goede stopplek, maar mag wel even. Gewonnen. Nog iets van snel laten horen. Hij heeft wel gewonnen. Dat is waar. Nee, we hebben ook nog Shabika. Daar zo. Waarom zijn wij iedereen kwijt? Ik heb een idee. Wat? Ik heb een idee. Nou. De rest van de zone is grotendeels hetzelfde. Dit herkennen we natuurlijk ook nog wel echt van de rednecks. Ik vind het nog steeds echt zo'n redneck ding met een sausje van Festival Freaks eroverheen. Ja, maar dat is nog steeds dit gebied wel een ja, beetje. Ja, dat is nog wel, ja, wel een beetje. Ja. Maar het ziet er wel beter uit dan vorig jaar. Dat vind ik wel. Het ziet er wel, dit kennen we nog allemaal van vorig jaar. Dit is ook wel nieuw, geloof ik. Oh. In de rij voor Camp of Curiosities. Dat is dus overdag voor de Spooky Days versie is hij gratis. Dus dan kan je gewoon in de rij gaan staan. 'S Avonds is hij natuurlijk wel betaald en is hij online €8,50 en in het park €10. Ik mag niet filmen tijdens de walkthroughs, de spookhuizen. Dus helaas kunnen jullie daar echt niks van zien. Daar is Walibi heel erg streng in. Dus ik hou me daar netjes aan. Dus jullie gaan achter of voor wat er Walibi Holland heeft tijdens Spooky Days ook meerdere influencers uitgenodigd. Vandaag was het geloof ik meisje Jamilia en ze heeft nu momenteel een meet and greet hier. Dat begon geloof ik om 12 uur. Ze hebben een andere dag geloof ik ook nog een keertje Enzo Knol uitgenodigd. Ik heb er zelf niet zoveel mee, dus waarschijnlijk het enige wat jullie ervan voorbij zien komen in de video. Maar wel handig natuurlijk om te benoemen. Mocht je het leuk vinden, zijn er dus meerdere mensen, bekende YouTubers, die hier dus langskomen bij Spooky Days. Wij komen zelfs uit Camp of Curiosities, natuurlijk de Spooky Days versie. En ik vond het er hartstikke leuk. Het is wel... naar mijn idee nog een beetje inkomen, maar dat is het altijd met de eerste dag van Halloween Friday Nights. Dat kan je verwachten van de eerste dag. Het is altijd nog heel erg zoekende, zeg maar, voor Walibi zelf, voor de acteurs zelf. Maar ik vond het wel echt heel erg leuk, nu al. En we hebben indirect beloofd om morgen alweer terug te komen. Want we moesten weer allerlei trucjes doen en zo. En één keertje wist ik niet meer wat ik moest doen, dus ik moest morgen maar weer terugkomen. Maar nee, echt super leuk. De acteurs zagen er ook hartstikke mooi uit. Mooie griem, mooie kostuums. Ook in de zon is tot nu toe overal. Overal is het eigenlijk tot nu toe weer een beetje hetzelfde met Spooky Days. We hebben nog niet alles gehad. We moeten nog Pirate's Cove en de nieuwe zone Roadkill. Dus daar gaan we ook nog even kijken. En dan ga ik uiteindelijk natuurlijk mijn algemene mening geven over Spooky Days. En dat horen jullie dan. Doe nou voorzichtig!
ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik vind het enig allemaal. Gelukkig. En je ziet er heel mooi uit. En een poppetje ook. Ja. Dan wensen jullie gewoon heel veel succes. Dankjewel. Pas een beetje op elkaar. Gaan we doen. Nou, zo'n ons is aangekomen bij Speedzone Offroad. En hier is dus een nieuwe kleine zone. Dus eigenlijk verder helemaal geen decoratie. Maar ze hadden de freaks in principe in het begin ook. Dat ze eigenlijk gewoon een wagentje hadden. En ze zijn wel met z'n vijven. Dus dat is toch best wel behoorlijk, vind ik. En ze hebben dus eigenlijk een beetje de kleding gebruikt van de opening van Speedzone Offroad. Dat is met een zaag aan de schammen. Ik zie het. Ja. Nou. Nee, maar het ziet er wel heel... Ik vind het er wel tof uitzien. Zo op het eerste gezicht. Je ziet wel gewoon meteen dat ze hierbij horen. Dat ze monteurs zijn, zeg maar. Ze heten de Scrappers, geloof ik. Toch? Scrappers, ja. Scrappers ook. Ja, precies. We zijn ondertussen al ietsjes verder en wij hebben Spooky Days dus nog eventjes gekeken. En ik zal in de volgende video iets meer gaan filmen van Spooky Days, maar ik durf niet te veel te filmen. Omdat ik bang ben dat deze video anders echt gigantisch lang wordt. Maar mijn algemene mening over Spooky Days is eigenlijk van weer hartstikke positief. Ik vind dat Spooky Days met het jaar steeds beter wordt eigenlijk. Ze hebben Ghostly Graveyard dus heel erg uitgebreid vergeleken vorig jaar. Er stonden meer characters, nieuwe personages die dus ook te maken zullen hebben met de avondversie van Ghostly Graveyard, waar ik ook ontzettend benieuwd naar ben. Ik vond Roadkill ontzettend leuk. Dat zijn de laatste beelden die jullie hebben gezien. Oh, wat me nou weer overkwam in die auto. Maar wel echt super leuk. Heel hard gelachen. Alles zag er weer hartstikke netjes uit. En nogmaals, het is dus de eerste dag van Halloween Friday Night en de Spooky Days. En dan is het altijd een beetje zoeken, altijd een beetje inkomen. Dat is ook wel een beetje te merken. Maar voor een eerste dag, zover we konden zien, was het echt ontzettend leuk. Echt heel erg tof. Spooky Days is natuurlijk over het algemeen een evenement voor jongere kinderen, ongeveer tot 12 jaar. Maar het is ook hartstikke leuk voor volwassenen. Zeker als je het allemaal wat enger vindt, dan is Spooky Days eigenlijk echt een perfect evenement om mee te beginnen. Zeker als je Friday Night dan iets te spannend vindt. Camp of Curiosities bijvoorbeeld is ook absoluut niet eng. Er zitten helemaal geen schrik-effecten in. Het is misschien een beetje spannend, maar het is ook echt perfect voor kinderen, ook voor jongere kinderen. De figuren hebben jullie natuurlijk grotendeels kunnen zien. Ze zien er absoluut niet eng uit, ze zijn heel vriendelijk. Maak een praatje met je. De interacties over het algemeen zijn echt hartstikke leuk. Ook dus voor volwassenen. Dit allemaal gezegd te hebben, nogmaals hartstikke positief over Spooky Days. Morgen ben ik er dus weer. Gaan we weer eventjes kijken bij Spooky Days. Het duurt overigens tot
6 uur geloof ik, wie er is. Dus het duurt nog wel eventjes, maar ik denk dat ik er niet nog meer beelden van ga laten zien in deze video. Dus het eerste volgende wat jullie gaan zien is eigenlijk dat we de spookhuizen gaan doen en het begin van Halloween Fridays uiteraard. Maar voordat we daarmee beginnen wil ik toch altijd elke video eventjes meegeven, zeker in mijn eerste Halloween video, om je medemens hier in het park met respect te behandelen. Klinkt misschien een beetje gek als ik het zo zeg, maar het is over het algemeen een beetje een ding met Halloween. Dat mensen wat sneller boos worden, vooral scare-actors hebben hier heel veel last van. Dus ik wil jullie echt meegeven om je andere bezoekers, Walibi-medewerkers, scare-actors, doe alsjeblieft een beetje lief tegen elkaar. Zeker de scare-actors, weet je, raak ze niet aan. Sla ze alsjeblieft niet. Ook al, weet je, soms kan het natuurlijk een reactie zijn als je schrikt. Maar let hier alsjeblieft op, want uiteindelijk zijn het gewoon mensen die echt hun uiterste best aan te doen om jou een leuke avond te bezoeken. Houd het alsjeblieft in je achterhoofd. Ik moet het toch altijd even zeggen in de video. Maar dat gezegd hebbende, gaan wij zo meteen al richting het eerste spookhuis. En dat zal dus de Final Sleigh Ride worden op de villa. Moeten we nog even kijken wat we als eerst gaan doen. Maar goed, jullie gaan mijn mening erover horen. En ik ben heel erg benieuwd. Nou, we gaan dus als eerste vandaag in de Final Sleigh Ride. Nogmaals staat hij dus op de ritpas en we wilden eigenlijk beginnen met de villa vandaag. Maar de villa die opent nu dus pas om 3:30. En normaal opende de villa altijd om 3:00, dus we waren een beetje in de war erover. Maar goed, daarom beginnen we nu dus met de Final Sleigh Ride, want de villa was nog dicht toen wij daar stonden. De Final Sleigh Ride. Ik ben benieuwd. Nou, we staan hier dus naast Goliath. Een gebied waar je normaal dus niet komt als normale bezoeker. Dit is normaal dus gewoon backstage. Maar ze hebben het nu dus ook in gebruik genomen voor Halloween Friday Night. Daar is dus een horecagelegenheid. Past daar zo te zien. Daar zie ik een uitgang. Het zal wel een uitgang zijn van een van de experiences. Hier zien we in ieder geval de normale ingang van de Final Sleigh Ride. En de ripingang van de Final Sleigh Ride. Dus die hebben we in ieder geval gevonden. Ook hier staat weer een bord van koop je Halloween extra's online. Nogmaals, is het voor de spookhuizen. Hou er dus rekening mee dat het online wel duurder is op de dag dat je hier bent. Wat ook meteen handig is om te benoemen is dat Urban Explorer dus hiernaast zit. Dus hier heb je de Final Sleigh Ride en daar heb je dus Urban Explorer. Wij moeten hier naar binnen voor de ripingang. En we zien al wat acteurs staan. Die staan altijd bij elke ripingang. En zij knippen dan zeg maar een gaatje in je pas zodat ze kunnen zien dat je al in het huis geweest bent. Nee hoor, nee. Aan de kant! Wat heb je gedaan? Ik heb vroeger een snoepje bij de kruis gegeven. Niemand gebeurd met kerstlampjes? Oh nee, nee. Als ze het vragen, zeg maar van wel. En jij? Ook schouten? Ja, heel erg. Succes! Dankjewel! We staan dus op het punt om naar binnen te gaan en hier hangt dus nogmaals een bordje met niet roken, niet eten of drinken en niet filmen of fotograferen. Dus ik zie jullie na ons avontuur hier in Sleigh Ride. Doei! Wij komen zojuist uit de Final Sleigh Ride en ik moet dus eerlijk zeggen, hij was echt wel leuker dan verwacht. Ik had er niet heel veel positieve verhalen over gehoord, namelijk dat het een wat goedkoper huis bleek te zijn. Was ook wel een beetje te merken, ze hebben echt alles van Bright Nights gebruikt. In het huis, je ziet alle kerstbomen, decoraties herkenden we terug van Bright Night. Want het huis heeft dus ook een geheel kerstthema. Dus je ziet kerstmannen, kerstelfjes, kerstvrouwen, alles met kerst. Dat kon je ook een beetje zien bij de ripingang. Dat een van de acteurs daar ook vroeg of iemand had gewurgd met kerstlampjes en zo. Dus dat is echt een beetje het thema van dit huis. Dus Haunted Holidays. Voor de mensen die dat huis kennen, die is gesloten in 2019 en ook niet meer open gegaan. Dit huis is er dus ook maar eenmalig, dus alleen dit jaar. Wat ook logisch is, want volgend jaar krijgen we hier dus 2 nieuwe achtbanen. Dus vandaar dat hij dat daar naar het veld moet ruimen. En ze hebben natuurlijk alle spullen voor Bright Nights weer nodig. Maar nee, ik was positief verrast. Wat vond jij ervan? Ja, ik ben ook positief verrast. Gesproken is wat er één jaar staat. Ja. Dat vind ik echt heel vet. Ja, ze hebben toch wel een best gedaan. Leuke soundtrack, goede scares, goede acteurs. Alles eigenlijk. Ja, wat wel een dingetje was, daar praat ik eigenlijk elk jaar wel over in mijn Halloween video's, is dat je er heel vaak in een treintje doorheen wordt gestuurd. En helaas was dat bij ons ook het geval. De hele kamer stond eigenlijk vol met mensen. En de enige tip die ik daarvoor kan geven is, probeer zo langzaam mogelijk door het huis heen te lopen. Probeer niet stil te staan, want dat vinden ze ook niet prettig. Maar probeer gewoon heel langzaam te lopen. Dat hebben wij ook gedaan. Ik kreeg echt ontzettend veel scares, maar Tom dus niet. En de mensen achter mij kregen eigenlijk ook heel erg weinig scares. Dus ik had daarin dan weer net geluk. Maar ik ben dus wel echt een paar keer goed geschrokken. Maar het is gewoon echt een nadeel als ze dat doen. Het maakt niet uit of je dus een rippas hebt of als je gewoon in de wachtrij staat. Dat maakt echt niet uit. En daar kan je helaas ook niks aan doen, kan je niet voor kiezen. Dus nogmaals, de enige tip die ik daarvoor kan geven is om gewoon echt heel langzaam door het huis heen te lopen. Was wel dus heel erg jammer. Het neemt ook een beetje de magie weg, zeg maar. De engheid haalt het er vanaf. Maar ja, het is allemaal een probleem met capaciteit.
Nou, we staan nu dus in Playland en nogmaals heb je hier dus de ingang voor de rib passen. En ja, wij gaan er nu dus in. Heb je er zin in? Daar gaan we. Ja, de villa. Nou, daar gaan we inderdaad. Is het ook voor de auditie? Ja. Heel mooi. Wat heeft u voorbereid voor de regisseur? Goed gesprek. Een goed gesprek. Ik weet niet of de regisseur erop zit te wachten. Hij zoekt nieuwe slachtoffers. Oh, nou klinkt ook leuk. Jazeker. We zoeken nog iemand voor Lijkzak 3. Oh. Is hij geschikt? Ja, ja, dat zal zeker passen. Prettig. Nou is alleen de vraag of jij scène 5 nog overleeft. We gaan het zien. We gaan het zien. We gaan het zien. Ben je gehecht aan je ledematen? Een beetje, ja. Een beetje. Gaat wel. De kans is dat je wat moet achterlaten. Oh, nou. Als dat geen probleem is, zou ik zeggen, treed binnen. Komt goed. Break a leg. Liefst je nek. Wij komen zojuist uit de villa en wat vonden we ervan? Leuk. Ja, ik vond hem echt heel goed. Normaal ben ik niet heel enthousiast over de villa, maar ik ben echt al een aantal keer goed geschrokken. Ik vind het geen slecht spookhuis, zeker niet, maar ik heb wel bij de villa zoiets van ja, op zich wel aan vervanging toe. Ze hebben wel weer wat nieuwe scènes toegevoegd. Er zit nu een kamer in van Stranger Things. Er zat geen scare. Chucky hadden ze nu weer, die hebben ze al een keertje eerder gehad, maar daar zat ook geen scare geloof ik. En de nun. En de nun, oh die heb ik niet eens gezien. Nou, de nun zit er dus blijkbaar ook in. Nogmaals, ik ben echt wel een paar keer geschrokken. Ja, de villa is gewoon een klassieker. Het is dus natuurlijk een spookhuis gericht op echt klassieke horrorfilms. Zo moeilijk, hè, praat. Klassieke horrorfilms. Maar ja, de villa is echt het oudste huis dat ze hier momenteel hebben. En dat is wel een beetje te zien en te merken. Dus kerken zijn erg voorspelbaar. Ik schrik alsnog, dus dat maakt niet uit. Maar ja, nee, maar het was wel tof. En we konden er ook natuurlijk meteen in, maar de rij was überhaupt niet zo lang bij de villa. En dit is een tip die ik echt in vrijwel elke Halloween video geef. Is, mocht je een tijdslot hebben, kom een beetje aan het eind van je tijdslot. Want dan is de wachtrij iets minder druk, iets minder chaotisch. Vaak loop je dan ook minder snel in een treintje door het huis heen. Dus ja, dat is een tip die ik altijd met heel veel liefde geef aan jullie. Want het scheelt echt enorm. Nou, het volgende huis is Psycho Shock. Het is ondertussen 5:30, dus Fridays gaat bijna beginnen. We proberen dus zoveel mogelijk huizen eigenlijk voor 6:00 te doen, zodat we vanavond nog meer tijd hebben voor de scare zones. De enige die we hierna eigenlijk nog moeten is Jefferson. Nou, er staat hier dus rechts van mij ook echt een gigantische rij die ook echt aan het begin daar begint. En dat is dus een beetje wat je kan verwachten als je aan het begin van je tijdslot komt. Dat zijn denk ik allemaal mensen voor een nieuw tijdslot. Dus nogmaals, als je wat later komt, dan kan je dit een beetje vermijden. Hi. Wat is hij schattig? Come on, my neighbor. Dankjewel. Wij zijn ondertussen op Psycho Shock alweer uit en het was oprecht denk ik een van mijn beste keren in Psycho Shock. Ik heb zo gelachen en zo vaak geschrokken. Het was echt superleuk. En omdat de rij zo enorm lang was, liepen wij er gelukkig niet in een treintje doorheen. Dus dat was wel echt heel erg fijn. We hadden wel echt een beetje gewoon onze eigen scares en zo. Gewoon onze eigen momenten. Dus dat is wel echt heel erg fijn. Dat is wel echt de fijnste ervaring die je kan hebben in een spookhuis. Dat gezegd te hebben, Fridays begint echt bijna over ongeveer een kwartier. En wat dus nieuw is dit jaar, is dat Spooky Days een uur langer doorgaat. Normaal stopt Spooky Days altijd om 5:00. Dit jaar dus om 6:00. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal gaan, maar zelf vind ik het niet het slimste idee. Vooral omdat het altijd een beetje mis kan gaan, zeg maar, met het volk wat zeg maar, voor Halloween Friday Nights komt. Kan soms iets te ruw zijn voor de Spooky Days acteurs. Want die staan er natuurlijk voor de kinderen, die zijn natuurlijk heel zachtaardig en wat liever. En de paden, zoals jullie ook al kunnen zien, zijn nu heel veel drukker vergeleken vanochtend en vanmiddag. Dus het is nu wat moeilijker, denk ik, voor de Spooky Days acteurs om echt een beetje hun rol fijn en comfortabel zeg maar, uit te kunnen voeren. Want er zit natuurlijk een verschil tussen Friday Nights en Spooky Days. En Spooky Days is meer interactie, weet je. Dat gaat echt vooral heel erg om interactie. Terwijl met Friday Nights is het vaak een scare en een acteur gaat door. Met Spooky Days is dat wat lastiger. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Vooral zeg maar, in verband ook met de veiligheid van de Spooky Days. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal gaan. En dus een beetje de comfort over het algemeen. Als het goed is komt er dus een soort kruising tussen de Spooky Days acteurs en de Halloween Friday Nights acteurs. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit zal zien. Want uiteraard, zoals jullie kunnen zien trouwens, ik sta in Tangled Twigs. Misschien dat jullie het een beetje kunnen zien op de achtergrond. We gaan dus ook maar hier beginnen. Hello.
The Halloween Fright Nights have begun. Welcome to the Symphony of Screams. Ik heb gewonnen. Mijn creaties. Zoals spoedig. Trollen. Ja, koningin. Kunnen zien. Het is officieel begonnen. We zijn dus nogal in het Engel te wikken omdat deze zon iets rustiger leek. Vergeleken de rest, dus het leek in dat opzicht wel de beste keuze. Ik moet zeggen dat ik positief verrast was door het kleine toneelstukje wat ze hadden opgevoerd tussen Spooky Days en Friday Nights. Ik vond het echt wel leuk gedaan. Ik hoop dat jullie het een beetje konden verstaan ook wat een van de Spooky Days characters dus zei. Hij had het dus eigenlijk over dat de natuur het helemaal had overgenomen en toen kwamen dus de Tangled Twigs Friday Nights characters naar buiten. En die hebben dus eigenlijk gewoon de Spooky Days acteurs weggepest, gewoon weggeduwd. En het was echt heel gaaf. Dus ik ben benieuwd wat er in de andere zones uit gaat zien. Want ze zullen dus in elke zone dit een beetje gedaan hebben. Dus in elke zone zal het dus ook wel iets anders zijn. En ik ben echt heel erg benieuwd. Maar ja, goed begin van Friday in ieder geval. Ik vond Tangled zo ver er verbeterd uitzien vergeleken vorig jaar qua kostuums. Kostuums zagen er echt heel netjes uit. Sommige kostuums hadden wat verbeteringen. Top. Griem zag er weer mooi uit. Positief verrast. En we gaan nu door naar Pirotscope en daar zal ik jullie ook nog wat beelden van laten zien. En het is eindelijk weer begonnen, jongens.
zojuist uit Pirates Cove en ik zal later daar wat meer over vertellen. We lopen nu in ieder geval Festival Freaks in. Ik hoor al dat er iets bezig is. Ik hoop echt dat ik zoveel mogelijk kan filmen, want vorig jaar zat ik ook een beetje met copyright hier in deze zone. Dus ja, ik ga mijn best doen. Voor de volgende artiest van wereldformaat, laat je horen voor Eet de Clown! Nou jongens, Eddie is daar. Ik denk dat wij het nog even niet doen, want dit is dus precies wat er gebeurt als Eddie er staat. De hele zone gaat daarheen. We kwamen net binnen. Het stond helemaal vol, omdat Eddie dus op het podium stond. Ik vind het nog steeds echt geen goed idee dat ze dat podium daar hebben staan, dat het zo klein is. Het werkt gewoon niet lekker. Eddie stond net toen we binnenkwamen, stond hij hier. Maar de hele zone stond zodanig vol dat we er eigenlijk niet doorheen kwamen. Dus het is echt nog een beetje zoeken hier. Ja, maar kom niet! Is dit jouw publiek? Ja, ik ben er een beetje bang voor, sorry. We hebben ze dus weg al meteen in de zone gestaan ofzo. Maar hij heeft een goede aangekomen. Dit is een vrouw. Ja. Moet je die blokken in zien? Ja, we hebben daar een piratenpak. Die daar! Nou, met haar! Ja, dat was hij daar zo. Wauw! We zitten kijken hier zo. Ja, we zitten met de kruisen binnen. Ja, ja. Doe mijn best. Daar zit je. Zie je later. Tot later. Wij zijn ondertussen Festival Freaks weer uit. Het was echt eventjes te druk, dus we willen hier later vanavond terugkomen. Ook omdat we hebben gehoord dat we de show van Eddie, die op de achtergrond bezig was, 's avonds beter kunnen kijken. Komt hij beter tot z'n recht. Dus we zijn er nu maar eventjes uitgelopen. We gaan maar eventjes door naar Nightmares. En ik neem jullie natuurlijk weer mee. Festival Freaks zag er zover wel echt hartstikke leuk uit. Ja, we hebben echt al een paar leuke interacties gehad en zo. Het was nog een beetje lastig om te filmen vanwege de drukte en het is een best wel grote zone. Maar goed, we komen hier sowieso nog terug en dan laat ik wat meer beelden zien. Ja, zoals verwacht is de lichtshow bij Lost Gravity dus inderdaad niet teruggekeerd. Ontzettend jammer, maar dat is echt dus om de drukte te voorkomen op dit pad. Ze hebben de wc's hier ook dicht gehouden. Ik weet niet waarom dat is. Het kan zijn dat er iets aan de hand is met de leidingen bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn omdat ze dus gewoon echt de drukte hier op dit pad willen voorkomen. Maar ja, ik heb echt geen idee waarom ze de wc's daar dicht hebben. Maar ze hebben dus daarachter bij Jefferson Manor nu wel wc's neergezet. Dus dat is wel een voordeel. Maar ja, helaas dus geen lichtshow bij Lost Gravity dit jaar. Ondertussen zijn wij de ingang van Jefferson Manor ingelopen. Jefferson Manor is de laatste van de ripas die we nog moeten. Het is ongeveer 7 uur nu. En we kwamen toevallig tegen. Dus we hebben zoiets van, we pakken hem maar meteen mee. Hebben hem gehad. En dan zijn we meteen klaar met de ripashuizen. Nou, ook de ripingang van Jefferson Manor zit dus naast de normale ingang. Ja, we gaan ons best doen. We komen zojuist uit Jefferson Manor en ik ga heel erg eerlijk met jullie zijn. Ik vond het denk ik de minste van alle vier. Want ik kan nu een beetje mijn algemene mening geven. Natuurlijk hebben ze nu alle vier gehad. Ik denk dat het echt komt omdat ik Jefferson te vaak heb gedaan. Want Jefferson is echt een prachtig huis. Het is eigenlijk mijn favoriete van de kleinere huizen. Jefferson is ook wat nieuwer, dus dat zie je ook heel erg in het huis. Het is gewoon een heel erg mooi gethematiseerd huis. Maar nee, ik heb hem gewoon denk ik te vaak gedaan. Ik zag alles kerst al aankomen en we werden er weer in een treintje doorheen gestuurd, want het is ontzettend druk. Dus daardoor gebeurde er heel veel scares voor ons en heel veel scares achter ons. Het is gewoon echt een nadeel als je er in een treintje doorheen wordt gestuurd. Jij had hetzelfde, geloof ik. Ja. Betekent dus niet dat Jefferson geen goed huis is. Jefferson is absoluut een van de toppers, vind ik zelf. Maar van vandaag vond ik Jefferson het minst. En de villa had me juist positief verrast. De villa vind ik normaal iets minder, maar de villa vond ik echt heel tof. De vernieuwingen die ze hebben gedaan vind ik ook heel erg mooi. En Final Sleigh Ride vond ik ook beter dan verwacht. Als ik heel erg eerlijk ben, nogmaals, ik had er geen goede verhalen over gehoord. Maar ik vond hem beter dan verwacht. Zeker als je er dus nagaat dat het een huis is die er maar 1 jaar staat. Dus mocht je hem willen doen, dan heb je alleen dit jaar de kans om Final Sleigh Ride te doen. En ja, Psychoshop was ook echt gewoon fantastisch. Het was weer hartstikke tof om al deze huizen te doen. We zijn nog niet klaar. We hebben vandaag nog Camp of Curiosities en Urban Explorer. Dus daar gaan jullie mijn mening ook nog over horen. Maar nu gaan we weer verder het park in. We staan momenteel in Nightmares. En dit is een nieuw character wat ze hebben. Het is zo te zien ook een heks. Het lijkt een beetje op de heks van Sneeuwwitje. Dat is een melktankje.
is ook een nieuw character. Zo te zien heeft ze een spiegeltje vast. Dus ik denk dat het een horrorversie is van de Spooky Days versie van dit meisje. Goedemorgen. Vaker. Of is dit een déjà vu? Nee, dat klopt. Heb ik geleerd. Oh, echt? Ben jij van mijn droom? Misschien. Ben ik van jouw droom? Ja. Maar is dit dan een droom? Want jij ziet mij. Of een nachtmerrie? Het is een nachtmerrie, ja. Gelijk. En mijn hartslag gaat omhoog. Oh nee, dat is zijn hartslag. Hij zit in zijn remslaap. Hij kan er niet uit. Kom ze halen. Kom ze halen. Eigenlijk helemaal vergeten ben te vertellen aan jullie is dat we ook nog Bilo hebben vandaag. Bilo is dus de volgende experience op de planning. Ik ben heel erg benieuwd of Bilo nog net zo sterk is als de vorige jaren. En jullie gaan het weer van me horen. Wij komen zojuist uit Bilo. En ik ga heel erg eerlijk met jullie zijn. Bilo was natuurlijk wel weer net zo goed als wat ik van Bilo gewend ben. Qua effecten, qua teaming, hoe de acteurs het deden, et cetera. Maar dit was wel echt voor mij persoonlijk een van mijn slechtere keren Bilo. Omdat ik dus helemaal achteraan liep. We hoopten ook eigenlijk heel erg dat we met z'n drieën konden. Maar helaas was het dus niet het geval. Het was ook een beetje vaag allemaal. Want er werd dus een ander groepje opgesplitst. En die werd dus dan voor de helft bij ons gezet. De capaciteit van Bilo is ongeveer 5 à 6 personen per groepje. Je kan ook gewoon met z'n drieën of met z'n tweeën kan zelfs alleen. Maar dus wij hoopten eigenlijk heel erg dat we met z'n drieën konden. Maar dat was dus helaas niet zo. En precies de twee andere mensen liepen dus voorop. En die kregen ook de keycord zeg maar om voorop te lopen. Want als je Bilo ingaat krijg je dus... krijgt één iemand een keycord mee. Die moet vooraan blijven lopen. Dus ik liep echt helemaal achterin in de groep. En ik heb geen één scare gehad. Ik zag... Ja kijk, ik weet ook van Bilo wel waar de scares zitten. Maar ik vond het toch wel heel erg jammer. Ben ik heel erg eerlijk in. En bij Bilo is dat helaas ook gewoon echt niet te voorkomen. Het is niet zo dat je er in een treintje doorheen gaat. Dat is het juist niet. Je gaat echt per groepje Bilo in. De experience zelf is echt fantastisch. Ik ben nog steeds net zo positief over Bilo als voorheen. Maar als je echt gescared wilt worden, is achteraan bij Bilo wel echt de minst gunstige plek die je kan hebben. Dus ben je wat banger aangelegd, mocht je met een groepje vrienden gaan, vind je het allemaal wat spannender, dan raad ik het juist heel erg aan om achteraan te lopen.
En als je het allemaal wat minder eng vindt, probeer zo ver mogelijk voor aan te lopen. Want bij Below worden de scares echt wel meer bij de voorste personen gedaan. Dat is echt altijd zo. Ik heb wel eens vaker gehad dat ik bij Below achteraan heb gelopen. Ik heb Below echt heel veel plekken, zeg maar, meegemaakt. Vooraan, in het midden, achteraan. En het is eigenlijk altijd wel hetzelfde. Achteraan is gewoon wat minder spectaculair dan vooraan. Zeker dus in grote groepen. Zoals je met z'n drieën bent, dan is het eigenlijk precies verdeeld. Dan is het meestal wel wat beter te doen. Dus ik baal er wel een beetje van. Mijn Below is wel een redelijk dure experience. €17,50. Geloof ik. Geloof ik wel. Even uit mijn hoofd. Maar ja, nee. Dus ik baal er een beetje van dat het niet de beste experience was. En ja, het is wel heel erg te merken dat ze volop capaciteit proberen te draaien bij elk huis. Maar Below vond ik dus qua ervaring een beetje tegenvallen. Maar nogmaals, de experience is wel heel erg aan te raden. Het is een van de tofste experiences die Walibi heeft. Hij valt echt in hetzelfde rijtje samen met de clinic en Slaughterhouse. Dus hij is wel normaal echt je geld waard. Zeker als je dus met een groepje gaat met alleen mensen die jij kent. Maar het kan dus ook zo zijn dat je dus met vreemde mensen wordt gezet. En in principe is dat natuurlijk geen probleem. Maar dan kan je dus wel achteraan komen te lopen. En hetzelfde ervaren als wat ik net heb gehad. Maar goed, ik wil niet te negatief zijn. Want nogmaals, Below is verder wel echt een top, top experience. Dus ja, dat gezegd hebbende, gaan we weer verder het park in. Want wij moeten Ghostly Graveyard nog zien. En we hebben steeds minder tijd. Het is echt een hele stressvolle dag vandaag. Ik ben er zelf ook niet zo'n fan van om experiences op de eerste dag te doen. Vanwege dus de tijdsdruk. We hebben dus ook nog Camp of Curiosities en Urban Explorer. We moeten Ghostly Graveyard nog zien. We hebben Festival Freeze nog niet goed kunnen zien. En het park gaat volgens mij echt over 2 uur al dicht. Dus ja, het is... 2,5 uur. Nou, dichtbij genoeg. Maar goed, wij gaan weer verder. Ik heb al een paar shots laten zien van hoe het er allemaal uitziet. Maar ik moet zeggen, het ziet er zo fantastisch uit. Dit is de rook waar we het nog over hadden in opbouwvideo's. Dit is de projecties waar we het nog over hadden in opbouwvideo's. Ze hebben het dus daadwerkelijk gedaan. En wat het nog leuker maakt is dat er in al deze grafstenen zitten allemaal Easter eggs. Die ga ik niet vertellen. Maar er zitten wel hele leuke Easter eggs in letterlijk elke grafsteen. Het heeft allemaal te maken met de letters en met de namen die hier staan. Maar ja, echt super, super leuk dat ze het hebben gedaan.
kijk hier, kijk, kijk. Doe maar die kant, kijk. Kom. Doe maar dat, doe maar. Doe maar niet, Dylan. Wat enig, Tom. Wat vind je ervan? Oh, je ziet jou niet, maar dat maakt niet uit. Nou, het is prachtig. Nou, jullie hebben zojuist wat beelden kunnen zien van Ghostly Graveyard. Ik heb er net een tijdje gestaan. En volgens mij heb ik niet eens alle characters kunnen zien, maar wel heel veel. Ik vind het echt een hele mooie zone. Ik ben echt, het heeft echt gewoon precies voldaan eigenlijk aan mijn verwachtingen van wat we al konden zien van de decoraties en wat we al verwachten wat er zou komen. Het is echt, tot in de decoraties, tot in de characters vind ik hem heel erg goed afgewerkt. Zeker voor het eerste jaar van de zone. Want normaal is het zo dat als een zone het nieuw is, dan is die het eerste jaar meestal niet heel erg sterk. Maar Ghostly Graveyard vind ik oprecht by far een van de beste zones die Walibi nu heeft. De characters zagen er zo goed uit. Ik weet hoe goed jullie het zagen op beeld, maar volgens mij hadden ze allemaal geen maskers en was het allemaal gewoon complete griem. En ook als het maskers zijn, ziet het er heel goed uit. Maar volgens mij was het oprecht gewoon griem wat ze op hadden. En daar ben ik toch wel een grotere fan van dan dat ze maskers gebruiken. Zeker in zones. Maar volgens mij was er maar één keer met een masker. En dat was die ene, die super lange, met die bijl, zeg maar. Ja, die, het heeft een naam, zo. Ja, die meneer die een beetje lijkt op de dood, zeg maar. Ik denk dat je het wel een beetje hebt kunnen zien. Volgens mij was hij de enige met een masker. Maar er liep ook een zombie. Die zag er ook heel goed uit. Een mannelijke zombie. En hij deed me een beetje denken aan de zombie van Hocus Pocus. Voor de mensen die het een beetje kennen. Er liep ook een vrouwelijke zombie en bruid. Nou, de laatste keer dat we haar hebben gezien was denk ik echt in quarantine. Ze zagen er allemaal super goed uit. We hebben mummies gezien, gravediggers, weerwolven ook nog. Maar die heb ik niet op beeld kunnen krijgen. Want het was nog best wel druk in de zone. Heel fijn wel dat de zone dus zo groot is, want ze hebben het echt wel nodig. Nogmaals, decoraties zijn echt spot on. Die graven die ze met speciale projecties uitlichten. Heel tof, nogmaals de Easter eggs ook die erin zitten zijn super leuk. De grafstenen zelf zijn ook heel erg mooi uitgelicht van alle andere graven. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Ik ben heel positief over deze zone. Ik kan me alleen maar voorstellen dat dit beter wordt door de jaren heen. En ik vind dat Walibi het echt fantastisch heeft gedaan met deze zone. Dan moet ik wel zeggen dat ik andere zones misschien iets minder positief over ben. Maar ik denk dat ik daar later in de video weer op terug ga komen. Want we staan momenteel voor de poort van Tangled Twigs. Dus daar gaan we ook nog even kijken. Maar wat vond jij nog van Ghostly Graveyard even? Ja, cool. Ik vond het heel vet. Ja, je bent altijd kort maar krachtig, dus dat is fijn. Nou, hallo. Ik wil net meer gaan vertellen. Oké, ga je gang. Cool met die mist. Die grafstenen die oplichten zijn heel vet. Hele vette karakters. Ook lopen daar rond. Soundtrack klopt daar. Oh, ja. Ik vind hem echt heel vet. Hij is echt heel vet. Ja. Ja. Nou, wij gaan weer Tangled in kijken of ik daar nog even wat kan filmen. En daarna gaan we door naar Urban Explorer. En dan hopen we nog eventjes Festival Freaks in te duiken. Explorer. En dan hebben we nog Camp of Curiosity is zo chaos, zo stress. Maar we doen het, we gaan door, we moeten door. Wat ook wel leuk is om te benoemen trouwens, is dat ze dus nieuwe LED-verlichting hebben toegevoegd aan de poort van Tangled Twigs. Het komt alleen niet helemaal uit de verf naar mijn idee, want hierdoor zijn de letters op de voorkant juist best wel slecht uitgelicht. Je ziet nu de takken wel heel mooi aan de achterkant, maar aan de voorkant werkt het niet helemaal. Maar goed, het is toch weer een toevoeging en deze lampen zien er wel heel tof uit. Bijna.
zijn ondertussen onderweg naar... Nou, dat ging bijna goed. Ik wilde in ieder geval zeggen van we zijn onderweg naar Urban Explorer. Dus dit is hetzelfde pad waar we vanochtend liepen. Maar jullie hebben het al net kunnen horen en kunnen zien. Ze hebben hier dus het Bushman Trail neergezet. Dus ze zitten hier nu dus allemaal... Oh, wat doof. Niet nodig zo hard. Dus ze hebben hier nu de Bushman neergezet. Voorheen zaten ze op het pad van Wilderness. Waar nu Ghost of Graveyard zit. Maar nu hebben ze ze dus hier neergezet. Erg gezellig, zoals jullie konden zien en horen. Nou, Urban Explorer. Ik zie nu al allemaal dingen, oude bekende dingen. Dit stond vroeger bij de kinderboerderij. Het staat nu al een tijdje backstage. En dit, nou, dit is dan weer helemaal steen, niks. Hè? Ja, dat zijn stenen. Hè? Steen. Hebben ze gebouwd, of hebben ze gebruikt in de bouw van Six Flags? Ja, dat zal wel. Ik ben zelf dus echt wel ontzettend hyped voor deze experience. Gewoon puur omdat ik weet dat er dus heel veel oude materialen van Walibi eigenlijk liggen. Er is heel veel dingen van vroeger. Ik ga natuurlijk, als ik erin ben geweest, jullie vertellen wat we allemaal een beetje hebben gezien. Maar ik heb er al wat foto's van gezien. En we gaan heel veel oude dingen tegenkomen. En ik denk dat daardoor de experience eigenlijk leuker wordt voor ons. Wij komen steeds uit Urban Explorer. Explorer. Wat was dat? Oh. Dit was bijzonder. Dit was echt bizar. Ja. Maar... Nat? Ja, heel nat. Zeiknat. Mijn hele gezicht... Kijk, mijn haar plakt gewoon aan mijn gezicht. Omdat mijn hele gezicht is gewoon zeiknat. Ik heb... druipend door die experience gelopen. Ja. Maar daar komen we zo wel op. Ja. Je loopt dus eerst inderdaad door de oude Walibi spullen heen. Dat hebben we gezien. Ja. Kom ik zo even terug, want daar heb ik ook wat over te zeggen. dus je loopt eerst eigenlijk door een oude gebouw. Als je geen spoilers wil, moet je even doorspoelen. Maar dus je loopt eerst door een gebouw heen met dus heel veel spullen en zo. Nogmaals het thema. Ik ben helemaal van de rel. Even het thema uitleggen. Urban Explorer. Dus je moet je voorstellen dat je gaat Urban Explorer. Nou, dat is dus eigenlijk dat je een oud gebouw, oude plekken, verlaten gebouwen gaat ontdekken. Nou, dat is dus de missie waar je op gaat. Nou, dan zijn er dus gevaarlijke planten, zeg maar, die je moet vermijden. Dan kom je dat gebouw uit. Dan kom je in een soort enge intratuin, zeg maar. Beetje intratuin after dark. Dus heel veel planten waar je doorheen liep. De vleeseter planten hadden ze uitgebeeld door eigenlijk een soort zombies. Het waren zombies. Ze hadden volgens mij de maskers van Final Hideout gebruikt. Denk het wel, ja. Het leek er wel een beetje op. Ja. En dat zijn dan dus de vleesetende planten. De scares waren best wel goed. Ja, goed. Ik ja. vond het best wel goed. Niet de allerbeste scares naar mijn idee. Ik ben niet heel veel geschrokken naar mijn idee. Maar... Nou, ik wel. Ja, jij wel. Maar ja, Tom liep ook voorop. Tom had een zaklamp. Je krijgt dus een zaklamp mee. Dat hoort bij de experience, die gaat dan soms uit, soms gaat die flikkeren. En dat zorgt ervoor dat het hele avontuur eigenlijk nog... Op de momenten dat je die lamp nodig hebt, kapt hij ermee. Ja, dan valt hij uit of dan gaat hij dus flikkeren. En dan zie je gewoon niet waar je heen gaat. Je hebt ook een moment dat je in een soort kast wordt gestopt. Daar liggen allemaal lichaamsdelen en zo. Nou, dat was heel erg intens. Dat was intens. Dat is echt oprecht een heel klein hokje wordt hier gestopt. Dan zeggen ze, oh kom hier, hier ben je veilig. Ga hierin. Nou. Ben je niet veilig? Veilig. Ja hoor. Oh. Is goed. Nou, dan word je nog een keer een kamertje ingeduwd. Maar dat staat dus vol met toiletten. En daar gebeurt dus de water. Krijg je gewoon een emmer water over je heen? Ja, nou dat is echt. Ik zag mijn leven aan me voorbij flitsen toen ik echt gewoon een waterval aan water gewoon richting me zag komen vanuit een wc-pot. Ja, vanuit een wc. Vanuit de wc ook. Volgens mij wel. Oprecht. Je wordt ook nog opgegeten door een levende plant. Dat zit eigenlijk helemaal aan het eind. Ja, dat Ja, dat was een beetje... Ja, het is zeg maar, als je claustrofobisch bent, dan raad ik dat heel erg af. Je loopt eigenlijk door een gangetje heen. En je denkt, oh, er is niks aan de hand. En op een gegeven moment komt de muur letterlijk op je af. Bij ons is het wel zo dat de muur, of de mat, het is denk ik een soort mat die ze dan opzij kunnen duwen. Het is wel een soort zacht, maar het is alsnog best wel... Hard komt het aan en dan wordt er zo tussen Ja, het was... Ik vond het zelf iets te hard, zeg maar. Het deed wel echt zeer ook. Het deed wel zeer. Ja. Je verwacht het niet en je wordt echt in één keer keihard tegen de muur aangeslagen. En dus tussen de muur en die mat zit je dan in. En daar schrok ik echt heel erg van. Dus dat is fysiek iets minder prettig. Maar het deed niet zodanig veel pijn dat we zoiets hebben van... Nou, we moeten nu kreupel naar de EHBO. Dat hebben we nou ook weer niet. Maar...
ja, al met al. Ik vond het echt een hele leuke experience. En ja, ik ga hem zeker nog wel vaker doen, dit Halloween seizoen. Want ja, je kan hem alleen dus dit Halloween seizoen doen. Volgend jaar is hij er niet meer. En zeker voor een tijdelijke experience vond ik hem echt wel heel erg leuk. Ik weet niet of ik hem 17,50 waard vind, want hij is dus 17,50. Dat vind ik net te duur. Ik had hem hooguit 15 euro gemaakt, want ja, hij is dus duurder dan... Is hij duurder dan Bilo? Nee, ja? Nee, volgens mij niet. Ja, Bilo was vroeger 15 euro. Nou, nu ook niet meer. Vroeger. Nee, oké. Okay, dus 17,50 vind ik hem niet waard. Hooguit 15 euro, als ik eerlijk ben. Maar het was tof. Ja, ik ga er waarschijnlijk morgen nog een keer in. Nul zin in. Ja, ik ook. Oprecht. Ja, nee. Dan nog even over die oude spullen. Daar komt het. Ja, over die spullen. Nou jongens, het is echt puur Walibi-fan gezeik. Dus als je dit niet wil horen, dan mag je het van mij doorspoelen. Maar die spullen, Tom. Oh, het zijn zoveel hele vette spullen. Dus er lagen spullen van Six Flags tijd, van Walibi World. Ze hadden oude werkkleding hangen van Walibi World. Van nog oude werkkleding van Walibi Holland ook. Dat ze nog de oude kangaroo ook in het logo hadden en zo. Ja, heel veel dingen uit mijn tijd, uit onze tijd, heel veel. Toen wij nog niet zo oud waren. Ja, dat is echt die hele Wappa's Kunst tijd. Ik ga het toch zeggen, hè. Ja, ze hadden gewoon de gitaren van de Wappa's Kunst staan, jongens. Ik ga het niet uitleggen, maar voor de mensen die mij wat langer volgen, die kunnen zich wel bedenken hoe ik me voelde toen ik die gitaren zag staan, toen ik het al in het promofilmpje zag van Walibi. Ja, ik zat tegen het plafond aan natuurlijk. Gewoon vier, hè? Vier, hè? Vier stuks. Ja, vier. Dus echt nee, nog van... Niet gewoon subtiel eentje. Nee, gewoon, nee alle gewoon alle vier stonden ze daar. Nou, het is zo lang geleden dat ik die gitaar heb gezien. Het is echt nog van oude shows. Je had dus die van Walibi Squad, Haas, Motive. Ja, sommige mensen die hebben zoiets waar... Praat je over wie zijn dat? Nou, wij zijn oud. Wij kennen dat nog. Maar nee, dat was echt... Heel raar om te zien. Het is, ja, toen ik het al zag in het promostukje dacht ik al van, oh, dat hebben ze niet gedaan. Maar dat hebben ze dus wel gedaan. Ja. Ik dacht, dat hebben ze allemaal weggegooid, maar dat hebben ze dus niet. Het staat gewoon ergens op een zolder te verstoffen, maar ze hebben het. En nu is het Halloween decoratie. Nou, schiet mij maar lek. Had je dat ooit kunnen bedenken? Nee, absoluut niet. Mensen denken echt, waarom ben je emotioneel voor een paar neppe instrumenten? Ja, ik laat maar. Weet je, we gaan door. We gaan door. Wat vinden? Oké, okay, algemene mening. Ik ben helemaal van de rel. Ja, heel vet. Heel gaaf. Jammer dat die gitaren vaststaan, maar verder heel gaaf. Anders waren ze meegegaan. Nee hoor, dat zou ik nooit doen. Maar, nee, grapje. Nee, dat is super gaaf. Morgen ga ik weer in. Dus in de volgende video horen jullie weer mijn mening over Urban Explorer. Misschien ervaar ik hem dan anders. Misschien is het beter, misschien is het slechter. Jullie horen het in de volgende video. Nou, we gaan een nieuwe poging doen voor Festival Freaks. Echter gaat het park wel al over een half uurtje dicht. Dus ja, we moeten ook nog in Camp of Curiosities. Daar moeten we eigenlijk nu meteen in. En we hopen daarna nog iets van de zon mee te krijgen. In de volgende video ga ik waarschijnlijk meer focussen op de zon. Dus, want we hebben er nu gewoon echt heel weinig tijd voor gehad. Nee, maar niet stiekem. Kom, sorry. Nee, ik had die toetertafel verboden. Wegwezen. Nee, niet applaudisseren. Nee, daar gaat hij. Nee, nee, nee. Wegwezen. Ja, ja, ja. Mooi dan. Ik heb die nieuwe voor je paar gezet. Ja. En nou wegwezen. Ja, sorry hoor. Hier, hier. Staan we er mooi bij, hè, met z'n allen. Jongens, kom er allemaal gezellig bij, want ik heb nog iets voor jullie in de aanbieding. Je wil het niet weten. Ja, maar kijk eens, hij komt allemaal hupploos zelf. Ja, hoe heet jij? Shalom, wat een kutnaam. Nou, maakt het allemaal niet uit. Jongens, we zijn er allemaal om gezellig te kijken naar het laatste optreden van de avond. Hier komt een man, hij is sexy, hij is stoer, hij is spannend. En hij zal iedereen een warm gevoel van binnen geven. Maak de vloer vrij voor niemand minder dan onze eigen fantastische Floor! Kom erbij, kom erbij.
symphony of screams is over for now. But I am dying to see you again next year. Wat jullie hebben gezien is een paar beelden van Festival Freaks. Sorry voor deze toestand, voor deze achtergrond, voor deze setup. Ik ben ondertussen alweer weg uit het park, zoals jullie kunnen zien. Het was echt een beetje te chaotisch allemaal. Het ging heel snel allemaal aan het eind. En ik heb dus in het park geen beelden meer op kunnen nemen. Ik ben super moe. Dus sorry als dat heel erg aan me te zien is of aan me te horen is. Dus vandaar dat ik dacht van, ik doe mijn outro maar gewoon even thuis. Even wat makkelijker. Ja, het laatste wat jullie hebben kunnen zien is Festival Freaks. Helaas hebben we nog steeds niet heel erg veel kunnen zien van alle showtjes die ze daar dus hebben. Ze hebben geen grote show. Het is eigenlijk net zoals vorig jaar Festival Freaks, dat ze gewoon heel veel verschillende dingen achter elkaar hebben. Dus heel veel verschillende optredens. Emily Brown is ook weer terug. Ben ik ook super blij mee. En jullie zagen dus ook een stukje van dus een mini Eddie. En er was ook een soort introductieshowtje, geloof ik, van die mini Eddie hebben we een beetje kunnen zien, een beetje kunnen horen, maar nog niet heel goed. Ik verwacht dat door de Friday Night Weekend heen wat duidelijker wordt allemaal. Het spijt me echt ontzettend erg dat ik gewoon de zones niet heel goed heb kunnen filmen. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb Pirates Cove niet eens 's avonds kunnen filmen. Ik vind het echt heel erg, maar het was zo stressvol. Nogmaals, ik ben er ook eigenlijk helemaal geen fan van om experiences op de eerste dag te doen. Want het is gewoon heel veel. Dus ja, het was niet het slimste om te doen. En ik heb altijd een beetje de tijd nodig in de scare zones. Maar ik hoop dat jullie alsnog enigszins natuurlijk een indruk hebben kunnen hebben van de scare zones. En ik hoop dat ik alle meningen over de huizen ook duidelijk genoeg heb uitgelegd. Daarover gesproken trouwens, ik heb natuurlijk ook nog niet mijn mening gegeven over Camp of Curiosities. Nou, dat zal ik heel kort en simpel houden. Hij is eigenlijk niet echt veranderd vergeleken vorig jaar. Het is een leuke walkthrough. Wel misschien iets te duur. Misschien niet helemaal 8,50 waard. Het is een beetje diezelfde vibes nog steeds van Campsite of Carnage. Wat het was met de Rednecks. Nou, voorheen was die walkthrough gratis. Nou ja, het is dus eigenlijk wel een beetje dezelfde sfeer. Maar het is wel een superleuke walkthrough. Dat zeker wel. We hebben ook zeker wel wat scares gehad. Het is niet super eng. Het is een van de minder engere huizen, vind ik zelf. Hij behoort ook, naar mijn mening, meer bij de kleinere huizen. Dus Jefferson Manor, de Villa, Psychershock, et cetera. Dus ja, mocht je dus iets banger aangelegd zijn, mocht je het allemaal wat spannender vinden, dan is Camp of Curiosities in principe een goeie om misschien mee te beginnen. Het is dus helemaal gedemonstreerd naar de freaks. Dus ja, ik vond het over het algemeen tof, meevallen. Het was natuurlijk nu wel de volwassen versie. Overdag heb je dus de kinderversie, s'avonds de volwassen versie. Hij was leuk, maar niet dus spectaculair. En ik denk ook niet dat ik er nog een keertje in ga dit jaar, maar je weet het nooit. Misschien heb mijn mening dan nog veranderd, maar in principe is mijn mening echt vergeleken vorig jaar ook niet heel erg veranderd. Het is gewoon een leuke walkthrough. Hij is dus leuk, wat goedkoper en ook iets minder eng. Er komt uiteraard meer. De eerste video voelt altijd een beetje chaotisch voor mij. De eerste dag Friday is ook altijd echt extreem chaotisch. Dus ja, de video laat het altijd wel een beetje merken. Maar ja, ik heb verder wel gewoon een superleuke dag gehad. Ik zal het nog wel eventjes hebben over een paar puntjes. Ook van de scare zones, want daar zou ik nog op terugkomen. Ben ik weer helemaal vergeten natuurlijk. Maar het enige wat ik nog te zeggen heb over Tangled Twix is eigenlijk de grond die ze gebruiken. Ik hoop dat nog een beetje verbetert door de weken heen. Want ze gebruiken nu dus die snippers. Ik heb nu al meerdere keren gezien dat acteurs daardoor uitglijden. Dus dat is niet super gunstig. Maar ja, in principe een klein dingetje. De acteurs zouden natuurlijk ook wat voorzichtiger kunnen doen. Maar ze zitten dan waarschijnlijk zo in hun spel en in hun rol. Weet je, dat je dat eigenlijk vergeet, dat je er niet over nadenkt. Maar Tangled Twix was verder echt super van wat ik van heb kunnen zien. Je hebt wel wat beelden kunnen zien natuurlijk ook van Tangled. En ik vind Tangled echt verbeterd door de jaren heen. Zeker sinds hij nu eigenlijk op het vlaggenpad zit. Ik vind nog steeds geen perfecte plek voor een zone, maar wel echt een stuk beter vergeleken wat Tangled eerst was. Want eerst was Tangled echt een van mijn minst favorieten. Nu is het toch wel een van mijn favorieten geworden. Pirate's Cove, daar ga ik heel eerlijk over zijn.
Het enige minpuntje aan de zonne vond ik eigenlijk toch een beetje de griem van de acteurs. Ik vond de griem echt heel erg simpel. En misschien ben ik dan te kritisch, maar de meeste acteurs hadden naar mijn idee gewoon echt alleen een wat witter gezicht. En dan hun wenkbrauw een beetje aangezet en dat leek het eigenlijk een beetje. Er was niet echt bloed of details of zo. En ik had het idee dat vorig jaar zelfs nog wel beter was. Dus dat vind ik wel een beetje jammer, dat door de jaren heen de griem van Pirates Cove toch een beetje achteruit is gegaan. Naar mijn idee. Dan ligt het er wel aan per character. Maar verder heb ik dus Pirates Cove 's avonds nog niet echt in werking kunnen zien. Maar Pirates Cove is Pirates Cove. Die kennen we ondertussen ook allemaal wel. Festival Freaks heb ik dus al een beetje over gehad. Weer lekker chaotisch. Moet ik echt nog meer van zien voordat ik daar weer een duidelijke mening over kan geven. Het is net zo groot als vorig jaar. Ik vond wel dat de characters nu misschien wel beter naar voren kwamen. Het gebied ziet er mooier uit, dat durf ik wel te zeggen. Maar Festival Freaks. Het was heel tof om Eddie toch weer te zien. Van een heel ver afstandje. Ik heb Eddie nog helemaal niet van dichtbij gezien eigenlijk. Maar dat komt er allemaal nog wel. Nightmares ben ik ook eigenlijk maar heel kort geweest. Ook sorry dat jullie daar heel weinig beelden van hebben. Ik ben niet de allergrootste fan van dat Nightmares dus verplaatst. Dus het voelt toch heel anders. Ik heb het idee dat Nightmares dus in dat opzicht niet zo sterk is als de andere jaren. Maar dat kan nog komen. Het kan nog komen. Ik heb ook nog niet alle personages gezien. En ik heb er dus ook nog niet heel lang gestaan. Ook nog niet in het donker. Dat het echt goed donker is. Dus ik hoop dat mijn mening daar nog een beetje verandert. Maar ik ben tot nu toe nog niet de allergrootste fan van de plek waar die nu zit. Dan, de huizen, daar heb ik echt wel mijn mening over gegeven. Daar ga ik jullie niet langer mee lastigvallen. En als je nog duidelijker mijn mening over bepaalde huizen, dan raad ik het aan om mijn video's ook van vorig jaar te kijken. Ik heb ook een ranking video van alle huizen gemaakt. Dan niet met Urban Explorer en Sleigh Ride, want die zijn dit jaar dus nieuw. Maar van alle andere huizen heb ik dus gewoon een ranking video. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, moet je even kijken op mijn kanaal. Die heb ik vorig jaar opgenomen. Ja, het thema van dit jaar was dus wel terug te vinden in de intro en de outro van Halloween Friday Nights. Van Symphony of Screams. Ik vond het weer heel leuk dit jaar. Het is dus wel echt een terugkomend ding. Dat ze dus met de X6PM en de It's 11PM. Dat ze dus wel echt de thema's erbij betrekken. Dat doen ze dus eigenlijk sinds vorig jaar. Of nou ja, met Darkness deden ze het ook al wel in 2021. Maar dat was echt alleen een geluidje. En meer niet. Maar sinds vorig jaar is er ook echt weer een stem die daadwerkelijk omroept van It's 6PM of It's 11PM. En dat is wel heel erg tof dat dat weer terug is. En dat ze nu dus ook de thema's erbij bewerken. Is heel erg leuk. Vind ik oprecht een heel erg leuk detail. En jullie hebben het kunnen horen. Ik heb dus afgesloten in Festival Freaks. Jullie konden het horen daar. Daar zit het einde bij. Ik ben nogal heel eventjes bij de eindscare geweest. Maar daar hebben jullie geen beelden van gezien. Want het was gewoon te druk. Te chaotisch. Ik was eigenlijk ook net iets te laat. En ik ben maar gewoon het park uitgegaan. Want ik ben echt kapot. Ik ben moe. Ik ben vermoeid. Morgen moet ik weer naar Fright Night. Ga ik weer naar Fright Night. Dus ja, ik dacht van, ik ga liever naar huis editen en lekker mijn bed in. Dus vandaar dat jullie geen beelden hebben nog van de eindscare. Maar de eindscare is er in principe elke avond rond 11:15. Dus mocht je willen zien, moet je op Main Street zijn. Dan komen in principe alle acteurs nog eventjes bij elkaar. En dan doen ze nog één grote scare. Lopen ze nog een beetje op de Main Street. En dan is het echt afgelopen. Maar goed, ik denk dat ik deze video ga afsluiten. Dit was dan weer de eerste Halloween video van dit jaar. De tijd gaat ontzettend hard. Morgen ben ik dus weer. Ik ben er in principe elk weekend, de zaterdagen en de zondagen. Ik ben er ook nog één vrijdag. De laatste vrijdag, geloof ik. Dus ja. Ik ben ook echt heel veel van jullie tegengekomen trouwens. Dat is altijd wel een beetje met Fridays, maar ik wil het toch even benoemen. Ik waardeer jullie support zo enorm erg. En ik vind het altijd zo lief als jullie naar me toe komen. En zeggen dat jullie de video's tof vinden en zo. Het doet me echt zo ontzettend goed. En heel erg veel liefde naar jullie. En dan ga ik bij deze video echt afsluiten nu. Ik heb genoeg gepraat. Deze video duurt lang genoeg. Dus bij deze wil ik jullie echt heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.